Hallo! Welkom bij vlog nummer 4! Nou, vanmorgen hebben we weer een bezoek gebracht aan AJ Rhodes. En dit keer aan de afdeling communicatie en eigenlijk een beetje marketing, zoals wij dat zouden noemen. Fundraising. Ja, fundraising, want ze doen hier heel veel aan sponsoring en het krijgen van giften. En eigenlijk is het wel heel leuk dat jullie even kijken op de website van ajroads.org. En er staat boven in de website een linkje naar hun YouTube-kanaal. En er staan echt ontzettend leuke filmpjes op. Dus het is wel een aanrader om daar even op te kijken. En misschien slim voor de praktische kant. agrhodes.org. Goeie aanvulling, ja. Zeker. Esmee? Ja, dat was wel interessant. Daarna zijn we naar de Georgia Tech geweest. Naar de Universiteit Gerichte Technologie. Daar hebben we allerlei projecten gezien waar ze nu mee bezig zijn op dat gebied. Dus dat was ook wel echt heel interessant. En ze zijn ook bezig met een huis, zeg maar, waarin ze dus allerlei dingen gaan uitproberen op technologie. En dan om het zo echt mogelijk te laten lijken. Dus daar hadden ze bijvoorbeeld een soort alarm en een licht wat dan aanging. En dan kreeg iemand, had ook een horloge om, dan ging dan een alarm af als het gas te lang aanstond. Dat is natuurlijk bij ons ook best wel een probleem. Dus dat was wel leuk om te zien. Ja. Joke is verkouden van de airco, denk ik. En Joke en ik hebben vanmiddag, samen met Esmee en Annieke, maar die zaten cheesecake te eten in de Cheesecake Factory. Hebben wij even souvenirs gekocht voor thuis. Dus we hebben weer een superleuke dag gehad in Atlanta. De cheesecake was heel goed. Oh, ja. Heel lekker en heel groot. Ja. We konden niet eens op. De calorieën stonden erachter op de menukaart. Dus het was... Pijnlijk. Yeah. Met de beschrijving erbij dat het niet uitmaakte als je een dag iets meer dan 2000 calorieën binnenkreeg. Dus dat was ook wel een leuke aanvulling. Het was weer een goede dag. En morgen gaan we opnieuw naar een andere locatie. En morgenmiddag gaat vooral Joke echt aan de bak met de activities. En we gaan de roosteraar van het hele gebouw nog ontmoeten. Dus we gaan morgen weer wat meer echt kijken wat we zelf willen en willen zien. Dus Ja. Dat zijn jullie morgen weer. Tot morgen. Doeg.